Dankjewel, meneer Dekla, dat u weer tijd voor ons heeft gemaakt. En ja, het begint een beetje een wekelijkse traditie te worden in deze coronatijden. En ja, er is natuurlijk een hoop gaande, hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij kennen u natuurlijk, de kijker kent u als de burgervader van Breda, de burgemeester van Breda. Maar u bent natuurlijk ook vader. En... drie kinderen, drie zonen, waarvan er twee studeren en één nog echt op school zit. En ja, die zit nu al vijf, zes weken zit hij thuis. In het begin heb je natuurlijk en u bent beetje... dus ook een huisvader. U moest ze ook helpen met hun schoolwerk, huiswerk. Of valt het wel mee? Dat is het valt, wel, ja. Het is wat oudere kind misschien. Hij zit in een leeftijd waar je alleen maar zegt, heb je het wel gedaan vandaag? En dan is het en dat wel. Dat lukt wel, ja. Ja, dat lukt wel. Maar het is natuurlijk iets anders dan wat je natuurlijk echt ook hoort bij kinderen die op de lagere school zitten. Ja. Op de basisschool zitten. Daarvan hoor je natuurlijk ook ouders zeggen, ja luister, dat kost echt wel aandacht. En het idee van thuiswerken. En je kinderen mee school lesgeven en het opvoeden, dat is natuurlijk ook wel heel erg zwaar. Dus wat dat betreft kun je constateren dat het alle 185.000 Brenana's raakt, deze crisis. Niemand is toeschouwer, iedereen is onderdeel van deze crisis. En dat betekent dat ook ik als Paul de Plas zijnde, niet als burgemeester, maar gewoon als inwoner van Breda, ook met de gevolgen van de coronacrisis te maken heb. En het gaat van kleine dingen als... Ik kan hier niet meer sporten, wat ik altijd deed. Ik moet dus op een andere manier zorgen dat ik fit blijf. En hoe doet u dat? Net als de meesten inderdaad allemaal op straat joggen. Want ik zie hier op straat nu ontzettend veel mensen die ik normaal nooit op straat zou zien. Nee, voetballers, tennissers, noem het maar op. Fitnessers. Alle sportaccommodaties zijn natuurlijk dicht tot op dit moment. En mensen hebben natuurlijk wel om twee dingen. Ja, mensen willen energie kwijt. Maar het is ook wel heel erg belangrijk om fit te blijven. En dan zie je dus inderdaad dat mensen toch vooral fietsen, hardlopen, joggen. Het valt me ook echt op hoeveel mensen er op dit moment aan het joggen zijn. Maar het valt me ook eigenlijk vooral op hoe goed ook tijdens het joggen iedereen zich aan de regels houdt. Hou afstand, dus op het moment dat je elkaar passeert, maak ruimte voor elkaar. Ook daarvoor geldt, houd afstand. Maar inderdaad wat je zegt, het lijkt wel alsof heel Breda... aan het hardlopen. Dus ja, en het weer is natuurlijk ook voortreffelijk. Sinds dat begonnen is, denken de goden boven, nou laten we dan maar even het zonnetje schijnen. Ja, de weken daarvoor was het wel heel erg regenachtig. Ja. Nu is het al een tijdje droog. Dus ik ga ervan uit dat in ieder geval, wat dat betreft, mensen ook aan zichzelf en aan hun gezondheid blijven denken. Het is een gezondheidscrisis. Heel veel mensen worden er geraakt, worden ziek, worden ze ernstig ziek. Ja, en je weet toch gewoon, als je jezelf, probeer zelf ook fit te blijven en probeer de weerstand... te vergroten. En hoe doet u dat? Wat is uw sport? Wat doet u? Ja, hardlopen. In dit geval ook hardlopen en fietsen. Eigenlijk allebei. Vroeger altijd heel veel balsport gedaan, altijd gebasketbald. Dat was mijn sport. Maar ja, toen ik echt de politiek in ging, was een teamsport lastiger. Toen ben ik gaan hardlopen, gaan wielrennen en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus nu weer een beetje training. Ik hoop dat we in het najaar, hier in Breda, weer de single loop met elkaar kunnen lopen. Dat we daarvan kunnen genieten. Maar denkt u dat dat gaat lukken met ook, ja, dat is natuurlijk ook nu heel erg om de anderhalve meter. Hoe wordt dat straks na de zomer, denkt u, minder? Kunnen we weer gewoon dicht naast elkaar hardlopen? Of, ik hoop dat het kabinet, want die zal natuurlijk volgende week dinsdag, zal het kabinet weer nieuwe besluiten kenbaar maken. Hoe gaan we ermee om? Ik hoop vooral dat ze... perspectief kunnen bieden. Ja, ik denk het, dat denk ik ook. Ik ben het helemaal met u eens dat inderdaad mensen nu, ze willen wat meer zekerheid. Want hoe lang, Rutte zegt wel hou vol. Ja. Maar hoe lang houdt het volk dit vol? Wat ja, denkt u, hoe lang houden ze die in Breda vol? Ja, dat is natuurlijk, wij lopen natuurlijk in Nederland. Hier zijn we begonnen. Zijn we begonnen natuurlijk met de maatregelen. Je ziet hier ook dat natuurlijk, ook als je gaat kijken naar de cijfers van het halfjaar, dat je ook ziet dat de instroom van coronapatiënten gelukkig minder is. Ook als je gaat kijken naar de verpleegunit op het Amfia, speciaal voor coronapatiënten, is dat naar beneden gebracht. Het aantal IC-plekken is echt ook al behoorlijk naar beneden gebracht. Dus ook weer ruimte voor andere vormen van zorg. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Hè. Dus mensen, als u ergens last van heeft, blijf niet met die klachten thuislopen, maar ga naar uw huisarts toe. Ga naar het ziekenhuis toe. En wordt er nou gehoor aangegeven? Want dat hoor je ook inderdaad op de televisie, dat mensen toch wel wegblijven. Ja. Omdat ze denken van nou, het zal wel meevallen. Maar is dat nu, merkt u ook hier dat mensen nu toch wel, als ze klachten hebben, maar toch maar wel terug naar het huisarts gaan? Ik hoop, het ziekenhuis. Je merkt dat de vraag minder groot is dan het normaal is. De zorgvraag. Ja. Kan twee dingen betekenen.
Aan de ene kant betekent dat soms misschien mensen te snel naar de zorg toe gingen. Maar ik ben bang dat het niet eens betekent dat mensen denken, ja luister, moet ik nu wel voorop lopen, want er zijn toch zwaardere patiënten, namelijk de coronapatiënten die aandacht nodig hebben. En ook wat je wel soms merkt, is dat mensen zich wel zorgen maken over, als ik nu naar het ziekenhuis ga of ik ga naar een huisarts toe, kan ik dan zelf ook niet besmet worden. Daarvoor zeg ik tegen mensen, stap over die angst heen. Ik begrijp die angst heel erg goed, maar stap er overheen. In het ziekenhuis letten ze daar heel erg goed op. Dus ga echt, als je last hebt van zaken, ga echt naar het ziekenhuis, ga echt naar je huisarts toe. Ja, dat is ook de boodschap echt die je ook hier aan de burgers in Breda wilt geven. Ja, want als je te lang mee rond blijft lopen en denkt het gaat over, dan heb je daar kans dat je, ja, laat ik zeggen, over een paar maanden, dat die klachten die je nu nog een klein beetje hebt, dat die, ja, laat ik zeggen, verergerd zijn en dat een ziekte of iets wat eigenlijk heel gemakkelijk geholpen had kunnen worden, zich heeft kunnen verspreiden in je eigen lichaam. Ja. En dat moet je echt proberen zien te voorkomen. Ja. En er is nu ook weer ruimte in de ziekenhuizen, dankzij het feit dat we toch ook die verspreiding van dat virus redelijk hebben kunnen stoppen. Dankzij alle maatregelen die zijn genomen, maar vooral ook dankzij het feit dat eigenlijk een groot gedeelte van de samenleving, ook in Breda, gelukkig ook in Breda, nee, zeker ook in Breda, zich heeft gehouden aan die maatregelen. Ja. U had het net over bedrijven en iedereen die natuurlijk wel weer staat te popelen om wat te doen. Er zijn natuurlijk ook heel veel het midden- en kleinbedrijf hier in Breda. Ja, die hebben natuurlijk zwaar te lijden gehad. En ik heb begrepen dat u ook in gesprek bent met winkeliers of zo. Wat voor steunmaatregelen kunnen zij verwachten hier in Breda? We hebben eigenlijk als college al vrij snel eigenlijk een aantal noodmaatregelen voor ondernemers opengesteld. Bijvoorbeeld de TOZO-regeling, de tegemoetkomende kosten zelfstandige ondernemers. We hadden ook een broodregeling, noodregeling, waar mensen die direct in acute nood kwamen gelijk terecht konden. Je praat met heel veel ondernemers. Ik kwam net van het eerste afspraak had ik met het Digitaal Koffiecafé. Dat was altijd een koffieclub van ondernemers, ZZP'ers. Die kwamen altijd bij elkaar bij Prinsenviel. Die kunnen dan niet meer bij elkaar komen bij Prinsenviel, doen dat nou digitaal. Dan hoor je ook hun verhalen, hun zorgen, maar ook hun, nou zeg, zoektocht naar wat kunnen we dan wel met elkaar doen? Welke nieuwe producten kunnen we even aanbieden die wel in deze tijd, laat zeggen, gevraagd worden en waar we wel gewoon ook op een gegeven moment kunnen leveren. Het is heel erg lastig, het vraagt heel veel van ondernemers, het vraagt heel veel creativiteit van ondernemers. Maar iedereen is er wel mee bezig. Er komt ontzettend veel nu ook creativiteit, zoals u zegt. Je moet op een gegeven moment creativiteit, maar ik heb tegen de ondernemers ook gezegd, zorg er nou voor, even los van het feit dat je elkaar opzoekt om elkaar te steunen. Maar niemand is een loser als je op dit moment vraagt om steun bij de overheid. Maak dan gebruik van die voorzieningen, want laat zeggen, kom eruit, kop vooruit, borst vooruit en zorg ervoor dat je in ieder geval op dat terrein dat kleine steuntje in de rug wat je nodig hebt ook daadwerkelijk gebruikt. Ja. Want dat geeft je zekerheid om vervolgens weer na te denken over en wat zijn dan eventueel de volgende stappen. Ja. U had net ook inderdaad de ondernemers die ook, dat zijn natuurlijk ook heel veel restaurants, cafés. Ja. Dat is wat eigenlijk Breda zo ontzettend bruisend maakt, de binnenstad. Het was altijd gezellig druk en alle terrassen zaten vol. En vooral nu met dit mooie weer. Het is natuurlijk wel schrijnend om daar rond te lopen en al die lege terrassen te zien. Maar festivals bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk heel veel festivals afgelast inderdaad. Ja, maar je moet denk ik voorbereid zijn op het feit dat we elkaar iets meer ruimte moeten geven. Van de anderhalf centimeter cultuur gaan we naar de anderhalf meter. Daar gaan we van. Van de anderhalf centimeter. We gaan van de anderhalf centimeter naar de anderhalf meter. Dat is een grote afstand. Kijk, wat belangrijk is dat je moet beseffen dat dat virus naar alle waarschijnlijkheid nog wel even in die samenleving zal blijven staan. En tegelijkertijd moet je dus maatregelen nemen dat dat virus niet zo snel verspreid kan worden dat je in de zorg ineens mensen niet meer de zorg kan geven waar ze eigenlijk die ze verdienen, waar ze recht op hebben. Nou, hoe kun je dat dan op een gegeven moment doen? Is wat afstand houden met elkaar. Je kunt ook nadenken over, kun je misschien ook iets doen over de capaciteit van de IC-plekken, zodat je op een gegeven moment iets meer mensen gemakkelijker kunt plaatsen in de ziekenhuis zonder dat je gelijk in de stress hoeft te raken, want dat was natuurlijk in deze situatie. Maar hoe gaan we dan, zoals een festival als bijvoorbeeld de Tranen van Koot? Ja, ik kijk daar dat soort dingen waar natuurlijk iedereen op afkomt en hutje bij elkaar staat. Dat zou voorlopig heel lastig blijven. Ik denk dat het kabinet
Als ik nu ook ga kijken naar datgene wat er aanstaande dinsdag zal worden gepresenteerd door het kabinet, verwacht ik dat het kabinet op het terrein van evenementen ook geen fijne boodschap heeft. Ik wil even, en dat geldt ook, ik verwacht ook rond het voetbal. Ja, ik verwacht niet dat we dit jaar nog, of dit seizoen, nog naar een avondje nak kunnen gaan. Ik wil even, dat zijn zaken die, waar je, als je meer ruimte nodig hebt, dan moet je nadenken hoe je meer ruimte op een goede manier kunt organiseren. En bij een evenement is het juist hutje-mutje, omdat dat ook iets karakter is van het evenement. Dat wordt heel erg lastig. Bijvoorbeeld Breda Foto is weer iets anders, want dan kun je natuurlijk eigenlijk weer mensen bijna met een soort ticket geven om op een bepaald moment langs te gaan. Maar je wilt, als je een groot evenement hebt als Stranden van Koot, wil je eigenlijk allemaal op hetzelfde moment genieten van degenen die op het podium staan. Ja, dat wordt heel erg lastig. Dus dat misschien dat soort evenementen naar volgend jaar verschuiven. Ja, en dan wel de evenementen waar de afstand bewaard zou kunnen worden met die 1,5 meter regeling. Fototentoonstelling, et cetera. Wat dat betreft kun je natuurlijk ook soms leren van hoe het in bepaalde sectoren nu al georganiseerd is. Kijk even, als je gaat kijken naar het Stedelijk Museum of het Rijksmuseum in Amsterdam, dan weet je dat je niet zomaar naar het museum kan. Nee, je hebt een ticket van tussen 10 en 12. Omdat je dan weet dat je dan het aantal mensen wat dan in het Rijksmuseum is te coördineren dan. Te coördineren. En ik denk dat je bij een aantal van dit soort evenementen dat op die manier kunt organiseren. Ik denk dat we gewoon ook op veel meer naar samenleving zullen gaan, waarin je zegt van, misschien kunnen we, en dat kunnen we nu nog niet voorstellen, maar misschien kom je eigenlijk wel tot de situatie dat je zegt, je reserveert niet alleen een plek in je restaurant, wat je normaal gewend bent als je 's avonds wil gaan eten, maar misschien reserveer je dadelijk ook wel een plek op een terras, omdat je weet dat het aantal plekken op het terras beperkt is. En dan kun je op een gegeven moment op die manier misschien een plekje reserveren. Dat zijn allemaal zaken, denk ik, waar heel veel ondernemers nu ook mee bezig zijn. We praten ook weer met, vanmiddag zitten we met horecaondernemers, vastgoedeigenaren, banken, et cetera, brouwerijen rond de tafel. Omdat iedereen weet, een stad is alleen maar een stad als die daadwerkelijk ook weer bruist. Als er weer dingen gebeuren, als er leven is. Een stille stad is natuurlijk ook is Breda, geen echte stad. Is daar en zeker, bekend om, inderdaad, zeker geldt dat voor Breda. Ja. Maar even, er is niemand in de stad, als je dat zingt, en de dijk zong dat vroeger, dan geef je dat ook wel eigenlijk aan dat het eigenlijk een dode stad is geworden. Ja. Een dode stad, dat willen we niet. En dus moeten we nadenken over hoe gaan we daarmee om. En je moet ook weer bedenken, het is een soort, het is bijna een soort harmonica waar je in komt. Namelijk, je geeft soms iets meer lucht, omdat die ruimte er is, omdat de verspreiding van het virus minder gaat. Maar soms kan die verspreiding van het virus, zolang we geen gevaccineerd hebben, weer sneller gaan. En dan moet je misschien weer in staat zijn om weer wat extra maatregelen te nemen. Stap terug. Dus ik denk ook dat we echt ons Totdat moeten... Totdat het balans is gevonden, Zolang er geen vaccin is, moet je allemaal met elkaar bedenken dat je hoe hoopt... Hoe ver kan je gaan? En dan, hoe ver kun je gaan? Hoe ver moet je dan eventueel weer terug? Remmen, gas geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus zoals een harmonica, dat je soms weer de samenleving wat ruimte kan geven. Ja. Door die harmonica eruit te trekken. Soms gaat dat verspreiden van het virus weer zo snel dat je die harmonica weer iets voor moet induwen, et cetera. Ik denk dat we daar de komende tijd, dat we ons mentaal moeten voorbereiden op zo'n soort samenleving. Op zo'n soort samenleving. Binnenkort bent u jarig. En hoe gaat u uw verjaardag dan vieren? Ja, gewoon. Thuis. Thuis, ja. Ja, nee, dat geldt voor iedereen. En dan is dat met Zoom-borrels of zo? Nee. Dus we denken dat dit is eigenlijk, gewoon eigenlijk met, alleen met de kinderen. Ja. En, dat staan. En dat op die manier vieren denk ik heel veel mensen op dit moment de verjaardag. Ja, en dat is voor 1 jaar is dat niet erg. Hè? Je slaat sowieso soms wel eens een verjaardagje of een jaartje over. Ja. Nou, wat we doen is, we gaan ergens het eten bestellen bij een van de lokale restaurants hier in de stad Breda. En dan gaan we lekker met elkaar eten, et cetera. Dat is ook een mooie verjaardag. Ja, nou. Ik wil u alvast feliciteren. Dank u. En hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. Graag gedaan.